Danny Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 augustus 2015. Is het bulletin van woensdag. Om te beginnen is de nieuwe CQPA momenteel gratis te downloaden van de site van de vereniging www.vrza.nl. Hamnieuws meldt verder dat de nieuwe ICOM IC7300 de beschikking heeft over 70 MHz. De zendontvang voor de korte golf en 50 MHz en in Europa dus ook 70 MHz gaat waarschijnlijk net onder de 1000 euro kosten. Op hamnieuws.nl kun je tevens een brochure downloaden. P4RAZ.nl meldt dat ook in Hongarije amateurs toegang hebben gekregen tot 5 MHz. Het gaat erbij om hetzelfde bandje 5350 tot 5450 als in Nederland. En net als in Nederland op secundaire basis en met 100 watt. De vergunning ervoor moet aangevraagd worden en is tijdelijk. En daarvan zijn er volgens P4RAZ.nl inmiddels 20 tot 30 uitgegeven. Al eerder berichten wij over de voormalige zender Radio TV Maasdriel, waar een piraat zich van de oude antenne had meester gemaakt om op de frequentie van de niet meer bestaande omroep uit te zenden. Het Barnet geeft in een artikel meer duidelijkheid over de toedracht. Het blijkt dat de piraterij ontdekt is door een nieuwe zender, genaamd Onze Omroep, die gebruik gaat maken van de leeggekomen frequentie. Tot hun eigen verbazing hoorden ze dat de inmiddels aan hen toegewezen frequentie bezet was door de nieuwe piraat. Nader onderzoek wees vervolgens uit dat de kabel tussen de antenne en de studio was onderbroken. Dit was gebeurd doordat de piraten zich met een sleutel toegang hadden verschaft tot een brandgang. In plaats van de toegestane 32 watt had de piraten een zender van tussen de 500 en 1000 watt opgesteld in een veel te kleine ruimte onder in het flatgebouw, wat een aanzienlijk brandrisico vormde voor de bewoners. Het was de nieuwe gebruiker van de frequentie die de zaak vervolgens bij de officier van justitie en bij agentschap Telecom aankaartte. Het DNAT in Bentheim vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 30 augustus, komend weekend dus. Ham-dmr.nl meldt dat een groep amateurs uit de Achterhoek een Nederlandse DMR-repeater in de lucht gaat brengen tijdens het evenement. De repeater zal werken op 438-325 met -7,6 shift en callercode 1. Na de DNAT zal de repeater in een later stadium een permanente plek krijgen in de Achterhoek. Ham-dmr.nl heeft verder tegenwoordig ook een onderdeel over het Jesus-systeem C4FM. Verder zijn op de site een paar filmpjes te bewonderen van de DV4 mini hotspot voor D-Star en DMR en over tests met deze hotspot in C4FM. Vorige keer ging het over de absorptie en de variaties daarin en over de ALF, de Absorption Limiting Frequency, die overdag de ondergrens bepaalt van de frequenties waarop nog via de ionosfeer kan worden gecommuniceerd. De hoplengte, er wordt in de volksmond ook wel over skip gesproken, is de afstand over de grond dat een radiosignaal heeft afgelegd nadat het eenmaal door de ionosfeer is teruggebogen naar de aarde. De maximale afstand wordt daarbij bepaald door de hoogte waarop het signaal wordt teruggekaatst. Een tweede factor daarbij is de kromming van de aarde. Bij ENF laagreflectie gaat het dus om reflecties van respectievelijk 100 en 300 kilometer hoog. De maximale hopafstand is daarbij 1800 kilometer voor de E-laag en 3200 kilometer voor de F-laag. Bij die afstanden is een elevatie van de antenne van ongeveer 4 graden boven de horizon optimaal. Grotere afstanden dan deze 1800 en 3200 kilometer vereisen dus dat het signaal meerdere malen tussen aarde en ionosfeer heen en weer gereflecteerd wordt. Bijvoorbeeld voor een afstand van 6100 kilometer moet je via de E-laag 4 maal een sprong naar de ionosfeer maken, terwijl bij de F-laag dat 2 maal is. Wanneer de antenne relatief steil omhoog straalt dan die gewenste 4 graden, dergelijke antennes worden vaak gebruikt voor binnenlandse verbindingen op 80 en op 40 meter, dan is een groter aantal hops nodig om diezelfde grote afstand te overbruggen. Uiteraard treden bij meer hops ook meer verliezen op en daarom zijn dergelijke antennes dus ook minder geschikt voor grotere afstanden. De vraag is, wat triggert het elektron om van statisch naar dynamisch over te gaan? Dat kan een spanningsverschil zijn dat groot genoeg is, zoals de bliksem een statisch geladen elektrisch veld ontlaat, wanneer er een aarding wordt aangeboden met het aardmagnetisch veld. Of zoals een condensator het spanningsverschil tussen de twee platen het dielectrum weet te overbruggen, en hoe een vonk in een bougie overspringt bij de juiste afstand van de punten. Maar vooral magnetisme speelt een belangrijke rol in het doen overgaan van statische elektronen naar dynamische stroom. Denk aan de dynamo waarbij een magneet rond een spoel draait en zo stroom genereert. Het elektron dat in zijn deeltje manifestatie een halve min spin heeft, raakt in een magnetisch veld in een halve plus spin en wordt dan een elektromagnetische golf. Wat is er dus nodig om elektronen te vangen? Tango Alpha. Tango Alpha